Jongens, wat een ongelooflijk bijzondere dag om hier bij elkaar te zijn vandaag. Want vandaag is in Amsterdam-Noord, hebben jullie het verhaal gehoord, is de intolerantie van links opnieuw heel erg duidelijk geworden. Was ik ook een van die mensen die zegt van ja, Amsterdam, het was ooit zo prachtig, het zou zo mooi kunnen zijn, maar het is te druk, te vies. Te duur, te onveilig. Ja, wat een ander standpunt is voor jullie is om de erfpacht af te schaffen. Dan gaat natuurlijk een flinke slag slaan in de gemeentefinanciën. Die moeten ergens vandaan komen. Waar ga je het geld vandaan halen? Het punt is dat het geld wat nu binnenkomt gewoon oneigenlijk melkkoegeld is in feite. Wat Pim Fortuyn al zei, erfpacht is huur betalen voor je eigen woning. Dus als we dat afschaffen zullen we dat inderdaad moeten oplossen. We gaan natuurlijk op heel veel onzinnige subsidies willen we gaan snijden. We willen heel veel mensen uit de bijstand gaan halen. Daar valt echt nog een hele grote slag te winnen. Maar ik wil even horen wie hier eigenlijk hier aanwezig uit Amsterdam komen. Hoeveel Amsterdammers zijn er aan het zijn? Zijn er ook niet-Amsterdammers? Ik begrijp er niks meer van. Voor het eerst van mijn leven lid van een politieke partij. Ja. Want Nederland is langzaam maar zeker aan het verloederen. De mensen die het hardst roepen dat andere fascisten zijn, slaan nu mensen in elkaar. Jongens, het is niet meer leuk. Weet je? Wij moeten weer een mooi, prachtig land zijn waarin mensen hun mening kunnen geven en niet mensen zwart maken. We hebben het gezien wat er gebeurd is nadat Melkert Fortuyn zo te grazen heeft genomen. Fortuyn is vermoord. Dat kan en mag nooit meer gebeuren. De eerste lokale partij voor Forum voor Democratie. Trots? Enorm trots en ook vol vertrouwen. Ik vind dat Annabel Nanninga het geweldig doet. Het is een vrouw met visie die Amsterdam heel goed kent. Ze is hier opgegroeid, heeft jarenlang geschreven over de problemen hier. En nu gaat ze er wat aan doen. Ik heb er alle vertrouwen in. Er zijn een aantal dingen die je niet gemeentelijk kan veranderen. Maar er zijn ook een heleboel dingen die je wel gewoon kan doen. Waar heel veel partijen nu van zeggen, dat kan allemaal niet, dat moet allemaal landelijk. Maar dat kan wel. Wij kunnen veel meer doen in Amsterdam dan ze ons willen doen geloven. En dat is? Nou, bijvoorbeeld, je kunt gewoon je eigen burgemeesterverkiezingen organiseren. Dat is dan formeel, grondwettelijk gezien, niet bindend. Maar je kan als gemeenteraad gewoon zeggen, wij beschouwen de uitslag van die verkiezing als bindend. En dan kun je gewoon als stad, als eerste stad in Nederland, een burgemeesterverkiezing starten. Het voordeel van Forum, gekozen burgemeesters. Want de stad, de mensen die in de stad wonen, moeten uiteindelijk leven met hun burgemeester. En daar moeten zij kiezen welke burgemeester ze krijgen. Er is in dit land een kraakverbod. Kraken is verboden. Het is een misdrijf. Amsterdam doet daar niets aan. Je kan hier gewoon de wet overtreden. Je kan gewoon andermans pand binnenlopen en zeggen, ja, dit is voor mij. En de gemeenteraad weigert in te zetten op het handhaven van het kraakverbod. We gaan direct ontruimen. En alle krakers worden gewoon gearresteerd en voor een rechter. En opeens komen er drie mannen. Nou, echt wel als waanzinnige aan springen en scheldend met allerlei dingen, allerlei zaken. En ik schrok daar gewoon van. Ben je bang voor zulke incidenten dat ze nog meer gaan plaatsvinden? Nou, ik natuurlijk moet je nadenken over dat soort dingen. Maar natuurlijk, ik ben ook maar een mens. Hè? Dus bang moet je gewoon zijn. Maar het betekent niet dat ik niet doorga. Natuurlijk ga ik door. Ik vond dat echt niet kunnen. Daarom doen wij ook mee in Amsterdam. Dat is het hoofdkwartier van het kartel. Ik hoop dat Amsterdam, natuurlijk die sociale huurwoningen, dat gaat op dit moment tot een punt waarvan je denkt van, je hebt rijke mensen in Amsterdam en je hebt arme mensen. En je hebt geen middelstand in Amsterdam. En dat vind ik wel iets zorgelijks. En FVD wil daar samen met Annabel vooral gewoon echt iets aan doen. En met wie willen we gaan samenwerken? Want we zijn natuurlijk altijd van de coalities hier in de stad. Ja, ik vind het een beetje van de oude politiek om dan nu al daar een voorschot op te nemen. Wij sluiten geen mensen uit. Dat vinden we meer iets voor de kartelpartijen. Maar ik ga ook nu nog niet die poppetjes al verdelen. We gaan eerst naar de kiezer en niet naar die andere politiek en niet binnen die stoper. We gaan eerst naar de kiezer. De campagne is echt begonnen vandaag. De campagne is echt begonnen vandaag. Het spel is op de wagen. Drink wat en vier dat wij echte verandering gaan bewerkstelligen. In Nederland en vanaf 21 maart ook in Amsterdam.